Zo, we zijn weer terug. En we hebben dingen gezien die we nooit meer gaan vergeten. De vierde wagen die wordt hier nu voor gereden en die gaan we dadelijk lossen. En dan hebben we nog een klein interviewtje met de mensen hier. Ik sta nu bij het gemeenjelager en ik heb hier nu Agnieszka bij ons. En de man die hier de zaken allemaal regelt. Agnieszka, die gaat me een paar vragen stellen. Agnieszka doet het wel vertalen, dus die doet het eerst in het Nederlands, dat wij weten wat ze vragen. En dan doet de mens even antwoorden en dan doet Agnieszka het vertalen. Agnieszka. Ja, ik wil vragen de man, die coördinator, wat die denkt over ons, over de help wat wij hier gekomen. Mogłabym zapytać, co myślicie na ten temat, to co przybyliśmy dla was? No my jesteśmy bardzo zaskoczeni, ale w miłym tego słowa znaczeniu, mile zaskoczeni i bardzo podziwiamy Holendrów, że w tak szybkim czasie, w takim szerokim zakresie potrafili zebrać się, zebrać pomoc. Dostarczyliście Państwo do nas. Mogę powiedzieć tak, że to Wy pomagacie nam, a my pomagamy Ukraińcom. I łańcuch ludzi dobrej woli wobec tej tragedii, która spotkała naród ukraiński, nie zna granic. Dokładnie, tak. Bardzo dziękuję za pomoc. En Erik bedankt voor help en voor alles. Doei. Fijn, oké. Okay. We gaan weer verder met het lossen en dan komen we straks nog een keer bij je terug.